Vanwege de oorlog in Syrië vliegen alle vliegtuigen om het land heen. Hoewel, alle vliegtuigen? Nee. Een klein vliegtuigje van Middle East Airlines heeft besloten dat de kortste weg tussen Beirut en Amman over Syrië loopt. Nou, ze zijn niet helemaal gek. We hebben een ruime bocht gemaakt en tegen de tijd dat we boven Syrië aankomen, vliegen we al op 11 kilometer hoogte. Buiten het bereik van allerlei luchtdoelraketten. Maar dan vliegen we dus in een min of meer rechte lijn naar Amman toe. Met Royal Jordanian ben je ongeveer 2 keer zo lang onderweg. Ze willen namelijk niet meer over Syrië vliegen. Ze mogen op weg naar Beirut niet over Israël vliegen. En dus moeten ze een omweg maken. Vrede en veiligheid in het Midden-Oosten op basis van vluchtbewegingen. Vanuit Qatar ging ik 4 jaar geleden bijvoorbeeld nog in een rechte lijn naar Beirut. Op een gegeven moment vonden ze dat te gevaarlijk worden, over Syrië vliegen. Over Israël mogen ze niet vliegen, dus daar moesten ze onderlangs. En de laatste 2 keer was het wel heel erg buitenistig. Toen ging het over Iran, Zuid-Turkije, naar Cyprus en vervolgens pas naar Beirut. Neem ik toch liever de korte. Kevin Kroelen, kan het zo voor het